Stress, burn-out, pesten, spieraandoeningen, tendinitis, valpartijen, het gebruik van gevaarlijke producten, absenteesme, werkgerelateerde gezondheids- en veiligheidsproblemen komen frequent voor. Binnen de FOD-werkgelegenheid is de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid verantwoordelijk voor alles wat welzijn op het werk aangaat. De hoogste prioriteit voor de medewerkers van de afdeling is de preventie van professionele risico's en de bescherming van alle werknemers. Het promoten van welzijn op het werk speelt hierin een belangrijke rol, net als de ontwikkeling van wetgeving en het sociaal overleg. Diverse informatie- en voorlichtingstools staan ter beschikking van professionals uit de sector, zoals preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, human resource verantwoordelijke, werkgevers, managers en vertegenwoordigers van de werknemers. Op basis van wetenschappelijk onderzoek biedt de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid de volgende tools: informatiesessies, bijscholing, colloquia en andere opleidingen over de thema's gelieerd aan welzijn. Een bibliotheek die uitsluitend gewijd is aan de domeinen van welzijn op het werk. Verschillende brochures en tools, zoals het Flexaminatorspel voor het onderwijs, de SOBAN-strategie voor het analyseren van professionele risico's, de AURA-risicoanalyse-tool voor kleine ondernemingen. Middelen om burn-out te detecteren en musculoskeletale problemen te voorkomen. Video's en e-learning. Voorlichtingsactiviteiten op het terrein, met onder meer de Federal Truck. Demonstratiewerkplaatsen voor veilig werken, waar het hanteren van machines en tools uit de elektriciteits-, hout- en metaalsector wordt aangeleerd. En de verschillende individuele beschermingsmiddelen worden voorgesteld die op de markt beschikbaar zijn. Deze tools en alle informatie zijn beschikbaar op de websites van de FOD-werkgelegenheid.